dagelijks toegang tot online psychologen. Ga naar openup.nl en ontdek waarom steeds meer bedrijven kiezen voor mentaal welzijn. Let's open up. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nieuwsroom Den Haag. Deel 2 van Nieuwsroom Den Haag. We zitten ook in de studio in Den Haag. Dit is volgens mij de grootste studio die we hebben bij BNR. We zitten lekker op 1,5 meter afstand zo'n beetje. Ja, misschien wat collega's hier uitnodigen. Ja, dan zitten we wel weer te dicht bij elkaar. Even goed, sorry van even hoor je. Thomas de Groningen is hier ook. Ik ben Mark Beekhuis, wat zei ik, Nieuws van Den Haag van vrijdag 19 november. Het mensje van Iljitsch, is dat meteen beantwoord? Hij vraagt, je moet natuurlijk allemaal niet doodschrijven wat er gebeurt. Maar het was allemaal niet zo leuk van de week in de Tweede Kamer en met bedreiging over en weer. Moeten we het niet over hebben. Best wel mee geworsteld. Er waren dan programma's. Ik had een uitzending die zei, we gaan er niet te veel aandacht aan besteden. Dus de volgende ochtend hadden we er wel weer aandacht voor. Toen in de middag was weer de brief van Bergkamp en reacties daarop. We moeten een gesprek met elkaar in de Tweede Kamer. Uiteindelijk, we konden er niet helemaal omheen eigenlijk deze week. En Thomas, ik hoorde jou op de zender. Nee. Ik heb op een gegeven moment Baudet gebeld. Oh, jij ook? Ik heb ook even gesproken. Oh, oké. Dan hebben we hem genoeg aandacht. Maar hij wil wel de optie van
drieftrop aan. Dus even iemand woord komt nemen. Of je kunt het als schorsen zijn. Ja, maar het is een uitdaging. Ja, je kunt het